Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vanmorgen de lancering gedaan voor het woningbouwproject, genaamd Kula 2.0 in het resort Pont Buiten. Collega Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. We staan aan de Frederikshoopweg in het resort Pont Buiten, waar het startsein is gegeven voor een woningbouwproject. Hier was een oud jongensinternaat genaamd Kula, waarbij wat wij hebben begrepen dat 93 gezinnen door de jaren heen de plek wat hebben geoccupeerd omdat zij een woonplaats nodig hadden. Kula was een jongensopvangcentrum voor moeilijk opvoedbaar en onhandelbare jongeren. De plek is jarenlang verwaarloosd geweest. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig tijdens de lancering. Burgervader van Paramaribo Zuidwest, Fulgen Chavinde, heeft een goed gevoel over de positieve ontwikkelingen in het gebied. Blanker, een van de oudste bewoners van Kula, heeft regeringen zien komen en gaan en niemand die ooit naar ze heeft omgekeken. De woon- en daarmee ook de leefklimaat van 93 gezinnen zal worden verbeterd. Vandaar dat de districtscommissariaat en al haar werkkamers deze positieve ontwikkelingen ten volle ondersteunen. Ik wil van deze plaats dankzeggen aan de regering en al haar instituten die deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. Ik kijk vol uit naar de vervolgstappen in dit kader. De minister met een paar voetje, omdat hij regering kon met minister kon je naar Kula. Echt waar, met de man ook die gehoord, om mijn brief is gekregen, de man ook die gehoord. Minister kon, Arki, de probleem voor afvallen. En zijn minister doet aangrijpen direct. Want als je dacht, de mens, no kalibiso in een situatie die is corruptie dit jaar. Om mensen maar dit jaar attacken. En met Tegi, een minister, Saadu aangrepen echt direct. Minister Ureki Dramsaran heeft op 4 juli een oriëntatiebezoek gebracht aan de locatie. De bewindsman zegt dat de regering met deze lancering alvast de woningnood van deze bewoners wil verlichten. Vice-president Ronnie Brunswijk meent dat Kula als voorbeeld zal dienen voor woningbouwprogramma's van de regering. Maar je moet een start maken. En Kula is een start, ons pilot, waarbij we ervoor willen zorgen dat we schakelde woningen, stapelwoningen, niet alleen individuele woningen, maar stapelwoningen, zo ook appartementmodellen, zo ook dat u huurwoningen, maar ook huurkoopwoningen straks beschikbaar zal hebben hier te Kula, waarbij de mensen daarvan goed gebruik kunnen maken. De bedoeling is dat we niet alleen een onderdak willen creëren, we willen gezamenlijk met de gezinnen, met de afdelingen binnen sociale zaken, maar zo ook daarbuiten. We hebben vandaag wijk en ontwikkeling ook hier gehad. We hebben vandaag ook, als ik het goed heb ik de commissie, presidentiële commissie, armoedebestrijding gezien. De staatsadviseur armoedebestrijding, meneer Somaharjo, was ook aanwezig. Dat wij gezamenlijk met alle werkarmen ervoor willen zorgen dat behalve onderdak creëren voor de gezinnen, dat wij ook die begeleiding willen geven. Het idee, we start. En dan om dit op het eerste steen, dat Tamara is aan de Negodoro. Maar zolang ik niet de vice-president, ik garandeer u dat u sabi, ik van de geur goed en dat betekent aan minister dat hier, ik heb mijn handtekening hier onderzetten pas wanneer er geld is. If money no de, u no begin een project. En ik garandeer dat ik aan money fula, aan money de. Ja? Aan money de. En dat money de, mina alawi kibbe ko lukusa de duja. De regering hoopt om aan het eind van het jaar de eerste sleutels te kunnen overhandigen aan de bestaande bewoners die op deze locatie zitten.